kijkers, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik met Nieuws. Nieuws kennen jullie nog niet, maar Nieuws is mijn vriend. We hebben vandaag 4 taartjes. We zijn namelijk bij de Groene Passage geweest. En ze zijn helemaal, even scherp stellen. Ze zijn helemaal veganistisch. En Nieuws kwam met het idee om er 4 mee te nemen naar huis, zodat we het konden gaan proeven. Dus dat gaan we doen. Dus ik ben super benieuwd. Oké, vertel, welke hebben we? Even kijken. De sinaasappel spice taartje, een chocolade ganache taartje, sorry, dit is trouwens een mandarijn taartje, dat moet ik wel goed zeggen. Dit is een sinaasappel taartje en als laatste de hazelnoot taart. Waar wil je mee beginnen? Deze, want die ziet het minst lekker uit. We beginnen met deze, ik ga hem wel laten zien. Dit was mandarijn, toch? Ja. Ik moet even bijpakken wat er op in zit. Ja. Er zit in amandel, mandarijn, tarwebloem, citroen, vanille en zeezout. En ook nog wat speculaaskruiden. Ja, ik wou net zeggen, direct naar speculaas ruik. Super lekker. Hak uit elkaar. Oké, zoals je ziet, bij hem scherp staan. Is de spijs niet zelfs de spijs? Zoals normaal? Zoals normaal. Ik vind hem wel. Hij is wel lekker. Hij is wel lekker. Het smaakt echt naar. Hij is wel heel fris. Een soort speculaaspop gewoon. En dan ineens proef je die mandarijn. Die mandarijn had er niet, op zich niet opgehoeven van mij. Wel lekker. Nieuws, eet hem op. Wil je nog hebben? Nee, eet maar. Misschien wat oma die nog proeven. Oké. Next. Chocolade? Chocolade ganache. Die is een beetje misvormd nu, omdat we hem mee hebben genomen in de auto. Dus hij is alle kanten opgeschoven. Scherp stellen. Ik ben benieuwd. En deze is met pure chocola. En deze pure chocola is met 48% cacao. Weet je goed? Goed opgelet. Mooi. En de onderkant is met dadels. Nee, volgens mij met. Het is met walnotenmeel gemaakt. Is lekker? Mm-hmm. Is echt lekker. Hij ruikt wel heel erg lekker. Mm-hmm. Het smaakt gewoon naar chocolademousse. Ja. Natuurlijk super lekker voor de vegan eters. Ook voor de niet-vegans. Ook inderdaad niet voor de niet-vegans. Wel of niet? Je zei wel. Ook niet voor de vegans. Ja, wel, dan niet. Ook voor de vegans. Want ook vegans hebben cravings naar chocolade. Oké. Next, we waren elke keer een stukje voor oma. Die, want die is het lekkerste. Oké. Hazelnoot taart. Vet onhandig ding in het midden. Maar. Oh nee, ik hap hem zo in het dicht gezicht. Even kijken, tarwebloem, sojaboter, kokosbloesemsuiker, zeezout, cacao, hazelnoot, havermelk, ahornsiroop, vanille en kokosolie. Dat was alleen de buitenkant. Deze kun je dus blijven afhangen. Er zit weinig smaak aan. Moi. Ik vind hem moi. Er zit niet echt smaak aan, hè? En de laatste alweer. Sinaasappel. Oh, the best for last. Lekker met je vieze chocovinger bij.
Yummy, 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 yummy. En onderkant? Oh, hij ruikt zo fris. Blauwe bloem en gember. Oh, dat ruikt echt lekker. Dit is zo lekker. Dit is echt zo'n perfect. Dit is echt perfecte taart gewoon, of taartje, hoe je het ook, gebakje. Voor in de zomer eigenlijk. Ja. Nou, dat was het dan. De rest is voor oma. Oma, ik krijg de laatste Lichies. Hapjes. Dit is wat over is. Voor oma. Voor oma. Oké, lieve kijkers, dat was een hele korte video. Dat was hem eigenlijk alweer. Zorg niet. Zorg er wel voor dat je abonneert ook op mijn kanaal. Dat je die ook niet vergeet. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En we zien jullie volgende keer weer. Doei.